waarschuw je vast. Mijn vrienden, die zijn heel erg rechts. Ja, nou, ik kan wel wat hebben hoor. Dankjewel. Hoi. Hi. Hoi Sam. Hoi. Gefeliciteerd. Hey. Sam. Hoi. Oh, je was zo schattig en spannend, toch? Ja. 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 Echt super lief. Ja. Leuk. Nee, dat was, was die andere kinderserie, maar leuk. Ik speel nu speel ik Wim Kok in een theaterstuk. Jullie zijn collega's van Babette, toch? Ja, ja, leuk. Wij adviseren in lean management en business process. Kijk eens even aan, daar hebben we Babette's Toyboy. Hoe gaat het met je artistieke carrière? Goed, goed hoor. Hm? Ja hoor. Als je beter kan acteren dan Diederik Samson, dan zie je natuurlijk gebakken. Heb je dat gezien? Bij de Wereld Draait Door? Nou, het is gewoon spontaan heimwee naar, hoe heet die theeleut, hoe heet die? Cohen. Ja, ik heb het gezien. Het is, nou, je kan zo'n man toch niet serieus nemen. Oh, pas op, pas op. Wij hebben linkse elementen in ons midden. Je hebt niet zo serieus te kijken. Waarom hebben linkse mensen toch nooit enig gevoel voor humor? Misschien neemt het allemaal net iets te serieus, hè? Serieus? Wat vind jij van het illegale gebeuren? Ja, regeren is compromissen sluiten, toch? Illegaal is illegaal. Als ik te hard wil rijden, dan betaal ik daarna ook gewoon die boete. Het is strikt genomen niet helemaal de juiste term. Samson is gewoon Rutte's schoothondje. Pas op, hè? De bedrijfspoedel. Inderdaad, ik snap niet dat je dat vindt. Nou, als ik jou was, dan zou ik mijn lidmaatschap gewoon ritueel verbranden. Ik ben heel blij dat jij het allemaal zo sportief opwikt. En als het niks hoort met links, dan heb je altijd ons babsje nog. Huh? Heel erg geëmancipeerd. Een mannelijke gold digger. Pardon? Kom nou. Je vindt het toch gewoon heerlijk om je lekker door rechts te laten naaien. Oh! 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 Is dit? Oh! Brand! Ik ben helemaal gek geworden. Wie zei ook alweer dat linkse mensen geen gevoel voor humor hebben?